Universiteit van Nederland. Legt uit. Waarom zitten er gaatjes in jouw regenjas? Dit lijkt een goede regenjas. Hij is gemaakt van plastic en alle druppels die erop komen, die stromen er gewoon vanaf. Maar het is geen perfecte regenjas. Want net zo belangrijk als wat er aan de buitenkant gebeurt, is er wat er aan de binnenkant gebeurt, waar je lijf zit. Want je lichaam is warm en dat betekent dat er van je lijf zweet verdampt. En terwijl je de jas aan hebt, kan dat zweet nergens heen. Het blijft binnen in je jas. En terwijl de regen buiten blijft, maakt je eigen zweet je toch nat. Nu zou je natuurlijk allemaal gaatjes kunnen maken in je jas, want dan kan de waterdamp weg. Maar ja, wat er dan gebeurt kun je ook wel verzinnen. Wat je wil, is dat het zweet weg kan en dat de regen buiten blijft. Dat je jas als het ware ademt. Wat we daarvoor nodig hebben, is gaatjes die éénrichtingsverkeer hebben. Ja, dat lijkt onmogelijk. Maar dat kan als je een zogenaamd membraan gebruikt. Een membraan is eigenlijk een vergiet, maar met hele, hele kleine gaatjes. Een filter. En dat gebruiken we bijvoorbeeld al op grote schaal om bacteriën uit melk te halen of om drinkwater schoon te maken. Stel, deze robotjes zijn watermoleculen. En dan zien we een hele belangrijke eigenschap van watermoleculen. Ze willen graag aan elkaar vastzitten, aan elkaar binden. Ze maken één grote group hug. Liever samen dan apart. Dat watermoleculen graag bij elkaar willen blijven, dat kun je goed zien als je een glas water vol schenkt. Je schuift hem voller en voller en op een gegeven moment zit er zelfs een randje water op het glas. De watermoleculen willen zo graag bij elkaar blijven dat ze de zwaartekracht weten te overwinnen. Het is namelijk ontzettend moeilijk om die group hug van watermoleculen te verbreken. Het kan wel als ze een stof tegenkomen die hydrofiel is. Hydrofiel betekent hout van water en bijvoorbeeld katoen is een hydrofiele stof. Als watermoleculen daarmee in contact komen, dan maken ze zich letterlijk vast aan de stof. En daarom raken je kleren ook doorweekt als je door de regen loopt. De watermoleculen gaan de stof in en houden het heel stevig vast. Maar wat je nodig hebt voor een goede regenjas is een materiaal wat hydrofoob is. Bang voor water betekent dat. En dat betekent dat de watermoleculen daar eigenlijk niks mee doen. Ze willen niks met dat materiaal te maken hebben. En dat betekent dat ze er netjes afstromen. Net zoals die regenjas die ik aan het begin liet zien. En nu gaan we het weer hebben over het membraan. Stel, we zoomen heel erg in op het membraan van de ademende regenjas. Wat we dan zien is dit. Een membraan met daarin een gaatje, een porie. Een goed ademende regenjas heeft gaatjes, poriën van ongeveer 0,2 micrometer. Dat is heel klein. 0,0002 millimeter. Veel kleiner dan een regendruppel. En als je het membraanmateriaal nu van heel hydrofoob materiaal maakt, dan kunnen de watermoleculen zich daar niet aan vastplakken. De watermoleculen willen contact met elkaar houden, houden die group hug stevig vast. En dan zijn ze letterlijk te groot om door de porie te passen. Maar als water niet vloeibaar is, maar waterdamp, dan zitten die watermoleculen helemaal niet aan elkaar vast. Dan zijn het losse stukjes water. Want als je de energie in stopt, bijvoorbeeld de warmte van je lijf, dan kunnen die watermoleculen elkaar wel loslaten. En die losse moleculen zijn ontzettend klein. 0,1 nanometer. Dat betekent dat ze een miljoen keer kleiner zijn dan de poriën die we hier hebben. Nou, dan kunnen ze makkelijk door die poriën heen. En dat betekent dat ons zweet wel weg kan. Dus, aan de ene kant heb je de waterdruppels. Watermoleculen die elkaar stevig vasthouden en niet door de poriën heen kunnen. En aan de andere kant hebben we de waterdamp. Losse watermoleculen die wel door de poriën heen kunnen. Waterdruppels gaan er niet doorheen. Losse watermoleculen gaan er wel doorheen. En zo heb jij een ademende regenjas. Een regenjas die waterdruppels tegenhoudt, maar die waterdamp, jouw eigen zweet, gewoon de lucht in laat vliegen. Hartstikke goed, zo'n duurzame waterfles. Maar hoe vies of schoon is dat nou eigenlijk? Mijn naam is Wilma Hazeleger van Wageningen Universiteit. En in de volgende aflevering ga ik jullie daar meer over vertellen.